Dames en heren, goedemiddag. Schadeclaims in het Legionella-drama. De Consumentenbond stelt bloemenshow De Westfriese Flora, standhouders en de Rijksoverheid aansprakelijk voor de gevolgen van de Legionella-besmetting. Bubbelbaden op de consumentenbeurs naast de bloemententoonstellingen boven Karspel bleken de besmettingsbron te zijn geweest. Tot nu toe zijn 28 bezoekers overleden en ruim 200 mensen zijn ernstig ziek geworden. Op een persconferentie vanochtend in Den Haag stelt de Consumentenbond dat de Westfriese Flora en haar standhouders hadden kunnen weten dat zonder chloortoevoeging aan de whirlpoolbaden de kans op legionella-besmetting aanwezig was. De Rijksoverheid wordt verweten nooit met goede regels te zijn gekomen om legionella in dit soort gevallen te voorkomen. Wij zullen meteen de partijen uitnodigen om met ons te komen praten over deze aansprakelijkheid en over een vergoedingsregeling. Parallel daaraan zullen wij een actie starten om de schade die er is ontstaan bij die 116 gedupeerden, en misschien dat er nog meer mensen bijkomen, om die schade te gaan inventariseren. We verwachten dat we met die gesprekken en de partijen eruit komen. Wij vinden dat professionele partijen, zoals de standhouders, die dus niet zomaar eens een keer met een whirlpool aan de gang gaan, op de hoogte moeten zijn van de gevaren en risico's van het ongecontroleerd behandelen van whirlpools. De Friese Flora heeft dat laten gebeuren, die situatie, geen zorgmaatregelen genomen, zelfs niet nadat men erop was gewezen dat dit een onveilige situatie was. De Consumentenbond vertegenwoordigt in totaal 116 slachtoffers met uiteenlopende klachten. We hebben het dan over longaandoeningen, we hebben het over haaruitval, we hebben het over incontinentie, we hebben het over een hele lijst met afschuwelijke dingen. We vinden de conclusies van de Consumentenbond volledig, of in grote lijnen in elk geval, passen op datgene wat wij als slachtoffers op 28, 29 mei naar buiten hebben gebracht. Namelijk A, verbijstering over de slechte regelgeving en B, toch ook kritiek op de late alarmering door de overheid. De Consumentenbond zal zo snel mogelijk met de overheid en de Westfriese Flora gaan praten over een schadevergoeding voor de slachtoffers. Het officiële dodental van de aardbeving in Noordwest-Turkije blijft stijgen. 7000 doden zijn geborgen, maar volgens een woordvoerder van de Verenigde Naties kan het aantal oplopen tot 40.000. Er zijn 35.000 gewonden geteld. En ook op deze vierde dag na de aardbeving worden er nog steeds mensen onder het puin vandaan gehaald. In Jalova is een 22-jarige vrouw gered. Ze heeft het 63 uur uitgehouden tussen de resten van haar slaapkamer. De verloofden van de vrouw en buren hebben 3 dagen gezwoegd om haar te bevrijden. Uiteindelijk lukte het met de hulp van een Turks reddingsteam. Veel inwoners van Jalova keken gespannen toe bij het reddingswerk. Velen van hen kennen de vrouw, omdat ze bankbediende is. Haar 24-jarige verloofde kon zijn geluk niet op. Duygularımı anlatmam için biraz daha benim de kendime gelmem gerekiyor. Ama mutlusunuz. Ya muhakkak mutluyum da o mutluluğu ifade etmek için bayağı bir kelime ağzının geniş olması lazım. Şu anda o ona sahip değilim. Mutluyum herkes. Ne diyebilirim ki başka? De vrouw heeft verschillende botbreuken opgelopen en ze wordt geopereerd. 6 van haar familieleden hebben de aardbeving niet overleefd. In de zwaarst getroffen stad Izmit is een Amerikaans reddingsteam hard aan het werk. Het zijn specialisten op dit gebied. Vorige zomer zochten ze naar overlevenden van de bomaanslag op de Amerikaanse ambassade in Nairobi. Met behulp van microfoons, minuscule cameraatjes en speurhonden is het hun gelukt om 4 mensen te redden. En daarbij is vooral stilte vereist. Maar er zitten nog steeds mensen gevangen onder deze puinhoop. We'll have this person out by tonight. As far as how long they can live up to 6 to 9 days. It's the variable is the person. Their will to live, their overall condition, how they're trapped, how they're injured. Een woordvoerder van de Verenigde Naties heeft verklaard dat het dodental van de aardbeving nog enorm kan oplopen. That up to 30,000-35,000 people may still be under the rubble. In dat geval zou de aardbeving van afgelopen dinsdag de grootste zijn in de Turkse geschiedenis. Het vuur in de laatste tank is onder controle en daarmee is de brand in de olieraffinaderij van Izmit bijna voorbij. Dat heeft de directeur van de Turkse staatsoliemaatschappij Tüpraş bekendgemaakt. Benzinestations zijn intussen droog komen te staan. Het vuur in de laatste tank is vanmorgen om 7:10 onder controle gebracht. Het zijn brandmeester is nog niet gegeven, maar alle gevaar lijkt geweken. De vlammen zijn vrijwel verdwenen.
De brand is direct na de aardbeving dinsdagmorgen vroeg ontstaan. Een vlammenzee kleurde de lucht boven Izmit zwart. Door de enorme omvang van de brand vroeg de Turkse regering het buitenland om hulp. 3 dagen lang is door brandweerlieden uit heel Europa dag en nacht gewerkt om het gevaar van escalatie af te wenden. Helikopters en vliegtuigen uit onder meer Frankrijk en Duitsland vlogen af en aan. Ze wierpen grote hoeveelheden water en vuurvertragende chemicaliën af boven de raffinaderij. Zelfs aartsrivaal Griekenland schoot Turkije te hulp. De situatie was kritiek omdat het industriecomplex dreigde te ontploffen. In een straal van 5 kilometer werd iedereen geëvacueerd. Het vuur sloeg net niet over naar nabijgelegen LPG-tanks en een kunstmestfabriek met 8000 ton ammoniak. 80% van de Turkse benzine komt uit Izmit en de brandstoflevering is stilgelegd. Pompstations hebben, ook door het uitvallen van de elektriciteit, de verkoop van benzine en diesel gerantsoeneerd. Het Nederlandse Rode Kruis heeft het eerste vliegtuig met hulpgoederen naar Turkije gestuurd. Morgen vertrekt het tweede vliegtuig met goederen voor overlevenden van de ramp. Het vliegtuig werd vanmorgen vroeg op het militaire vliegveld Eindhoven ingeladen. Het toestel heeft tenten, bedden, dekens, generatoren en waterzuiveringstabletten aan boord. Goederen die wij sturen, daar is op dit ogenblik absoluut acute behoefte aan. Wij zouden kunnen zeggen, er zijn een aantal noodhulpgoederen voor de hele korte termijn nodig. Daar proberen wij ons aandeel in te leveren. Daar doen onze zusterverenigingen uit andere landen leveren ook een aandeel in. En daarna krijg je natuurlijk goederen die nodig zijn voor de wat langere termijn. Maar dat is even van latere zorg. De Turkse zusterorganisatie De Rode Halve Maan gaat de hulpgoederen in het rampgebied verdelen. Afgelopen nacht kwamen Nederlandse overlevenden van de aardbeving aan op basis Eindhoven. Een Fokker 60 van de Koninklijke Luchtmacht bracht 16 mensen terug, onder hen 6 kinderen. Ze werden opgewacht door familieleden. En in het vliegtuig waren ook 3 hulpverleners van alarmcentrale Eurocross aanwezig. Nou, het is echt dramatisch. We zijn dus in het hart van het gebied geweest met helikopter en met de ambulance. En wat je daar ziet, dat is echt ongelooflijk. Huizen, flats die in elkaar gestort zijn en vrachtwagens vol met mensen, ja, overledenen die met benen buiten bungelen. Je wilt het gewoon niet geloven. Het is echt 1 grote puinhoop. In de loop van de dag zullen nog 3 vliegtuigen met Nederlandse overlevenden aankomen. Tot zover onze berichtgeving over Turkije. De politie gaat het verkeer vaker en strenger controleren. Op drukke wegen in het hele land zal meer worden gelet op te hard rijden, door rood licht rijden en rijden onder invloed. Met deze maatregelen wil minister Korthals van Justitie de verkeersveiligheid verbeteren. De minister hoopt dat de controles voldoende geld opleveren, want dan kunnen de kabinetsplannen om de verkeersboetes per 1 januari 2000 met 10% te verhogen worden geschrapt. Voor de extra verkeerscontrole zijn tientallen miljoenen guldens nodig. Wijlen Joop Manusama, de voormalig president in ballingschap van de Republiek der Zuid-Molukken, is voor de Tweede Wereldoorlog 6 jaar lid geweest van de NSB. Dat blijkt uit de nu gepubliceerde memoires van de in 1995 overleden Molukse leider. Manusama stelt dat hij zich aangetrokken voelde tot de NSB, omdat deze fascistische partij voorstander was van een weerbaar Indië. Een ijsberg zo groot als een kwart van Nederland drijft in de richting van een belangrijke scheepvaartroute in de Atlantische Oceaan. De ijsberg brak 7 jaar geleden af van de Zuidpool. Wetenschappers hebben alarm geslagen voor de enorme klomp ijs. Binnen 3 maanden bereikte de ijsberg de scheepvaartroute. Stukken ijs die onder water drijven zijn het grootste gevaar voor aanvaringen. Naar schatting 150.000 Serviërs hebben gisteravond in de Joegoslavische hoofdstad Belgrado gedemonstreerd tegen het bewind van president Milosevic. Ze gaven daarmee gehoor aan de oproep van de oppositie om het aftreden van Milosevic te eisen. Wouter Keurbezoek in Belgrado. Die 150.000 betogers bij de demonstratie van gisteren, is dat nou veel? Ja, dat was meer dan de organisatoren van de demonstratie hadden durven hopen. Die hadden zelf ingezet op zo'n 100.000 mensen en dat er uiteindelijk 150.000. En sommigen hebben het zelfs over 200.000 demonstranten kwamen opdagen. Dat wilde heel veel zeggen, namelijk dat de bevolking Milosevic zat is. En iedereen die daar stond had zo zijn eigen redenen. Maar één ding verenigde de mensen en dat was Milosevic 10 jaar aan de macht geweest. En dat heeft Servië een hoop ellende bezorgd en daar moet een einde aan komen. Ja, je zegt iedereen had daar zo zijn eigen reden voor. Je bedoelt daarmee dat de oppositie niet echt een gesloten front is?
Nee, de oppositiepartijen hadden de demonstratie mede georganiseerd. Maar de belangrijkste oppositieleider, Vuk Draskovic, had tot op het laatst volgehouden dat hij niet zou spreken. Want hij vond het tijdstip van de demonstratie te vroeg en te veel tegen Milosevic. En hij was bang dat hij zijn positie tussen Milosevic en de oppositie daardoor kwijt zou raken. Nou, het feit dat hij uiteindelijk toch plotseling kwam opdagen, gaf aan hoe verdeeld die coalitie voor verandering is die die demonstratie voorzat. Want men had er geen rekening meer mee gehouden. En Draskovic heeft gewoon gekeken naar het aantal mensen, heeft gezien dat het er 100.000, 150.000 waren en gedacht van ja, nu moet ik natuurlijk wel komen. En is vervolgens ook op dat podium gestaan, tot grote onvrede van een andere belangrijke oppositieleider, Djindjic, die bang is dat Draskovic nu met de eer gaat strijken van die enorme opkomst van die demonstratie. En die spanning was ook duidelijk te zien op het podium toen ze allebei stonden. Draskovic die probeerde het volk toe te spreken, werd aan de ene kant een beetje uitgejouwd, aan de andere kant toegejuicht door zijn eigen mensen die voorbij het podium stonden. Kortom, die spanning was duidelijk te zien. En dat is nog eigenlijk het nadeel geweest van gisteravond. Heel veel mensen, dat was positief in de zin van een verenigd volk tegen Milosevic. Ja. Maar vervolgens de leiding van dat volk die nog niet precies weten hoe het nou verder moet. Oké, oneenigheid in de oppositie in Joegoslavië dus. Wouter Keur, bezoek in Belgrado, dankjewel voor je bijdrage. De Rabobank-directie is absoluut niet tevreden over de gang van zaken in de eerste helft van het jaar. Rabobank zag de winst wel toenemen, maar bij andere grote banken is de winststijging veel hoger. In de eerste 6 maanden boekte de bank een netto-winst van 1,2 miljard gulden, 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Rabobank kampt met hoge kosten. En dat komt onder meer door Rabobank International, het deel van de bank dat voor bedrijven bankiert in het buitenland en in Londen gevestigd is. Zakenbankieren is een aparte tak van sport gebleken en de Rabobank had te hoge ambities daarin. Het is een combinatie van te veel mensen, te duur en de omzet bleef achterwege en ook de investeringen zijn veel duurder uitgevallen dan oorspronkelijk was bedoeld. De Rabobank is wel tevreden over zijn dienstverlening in Nederland. Er werden meer leningen verstrekt en hypotheken afgesloten. En steeds meer Raboklanten gingen beleggen. Maar toch waren ze minder actief dan vorig jaar. Het aantal transacties daalde met een kwart. Rabobank ziet dit jaar als een overgangsjaar met een winststijging van om en nabij de 5%. Japan krijgt de grootste bank ter wereld. Dat komt omdat de 3 Japanse banken, de IBJ, de Aichi Kangyo en de Fuji Bank, wereldwijd hun activiteiten samenvoegen. Het balanstotaal van de bankgigant die zo ontstaat, overtreft dat van de Deutsche Bank, die tot nu toe de grootste was. De Azië-crisis ligt de Japanse financiële wereld nog vers in het geheugen. De enorme bedragen die Japanse bedrijven hadden geleend, konden opeens niet meer worden terugbetaald. Een aantal Japanse banken ging failliet. Andere werden met hulp van financiële injecties van de overheid op de been gehouden. En daaronder de 3 banken die nu willen fuseren. Volgens het bestuur van de 3 is de Japanse banksector door de Azië-crisis achtergebleven bij de rest van de wereld. Nu wordt dus een inhaalslag gemaakt. En een behoorlijke. In totaal werken er bij de banken 35.000 mensen in 772 vestigingen. Door de fusie hopen de banken efficiënter te gaan werken, wat ten koste gaat van 6.000 banen. Op de gezamenlijke balans komt 2,7 biljoen gulden te staan. Ter vergelijking, de Deutsche Bank heeft een balanstotaal van 1,4 biljoen gulden. De fusie betekent wel pech voor Banque Nationale de Paris, want ook al lukt het die bank om concurrenten Paribas en Société Générale over te nemen, de grootste zal BNP voorlopig niet worden. In het winkelcentrum Zuidplein in Rotterdam is vanmorgen een deel van het plafond naar beneden gestort. 2 mensen zijn daarbij lichtgewond geraakt. Het ongeval gebeurde rond 21:45, een tijdstip waarop weinig klanten in het winkelcentrum waren. Hier stortte even voor 22:00 van zo'n 20 meter hoogte de plafondplaten naar beneden. Rond de 30 bouwvakkers waren bezig met het slopen van dat verlaagde plafond. De val van de eerste plaat veroorzaakte een soort domino-effect. Iedere plaat sleepte weer een volgende mee in de val. Het is terechtgekomen op een gedeelte ter grootte van een voetbalveld. En helaas zijn er 2 mensen gewond geraakt. Een vrouw die is hevig geschrokken, epileptische aanval gekregen. En een van de werknemers is geraakt door een vallende plaat. En die is lichtgewond naar het Icazia ziekenhuis gebracht. Is het winkelcentrum voor vandaag dicht?
We praten hier over een gedeelte wat dus getroffen is door de vallende beplating van circa 20%. 80% is gewoon geopend voor het winkelend publiek en dat is gewoon ook veilig. Bestaat er nu nog kans op instortingsgevaar? In het gedeelte daar waar de instorting heeft plaatsgevonden bestaat op dit moment nog steeds de mogelijkheid dat er een verdere instorting zal plaatsvinden. Dus er zal heel zeer omzichtig te werk worden gegaan om eerst de stijgers vrij te maken en daarna pas het gedeelte wat op de grond ligt te verwijderen. De politie heeft nog geen idee wat de oorzaak is van de instorting. Voor de winkeliers kwam de val heel plotseling. Er stonden wafels te bakken. Hè? En nou ja, met oorverdovend lawaai komt dat spul hier naar beneden zetten. Ja? En een mevrouw hier van Alkoe, die heeft een beenwond. Dat hebben we dan zelf gezien en ik hoorde dat er een timmerman bovenop de steiger gewond is. We zijn echt door het oog van de naald gekropen. Als dit vanmiddag om 1:00 of 3:00 had gebeurd en het plein loopt vol, het is vrijdag, de kinderen hebben nog vakantie, slecht weer. Ja, dan heb je gewoon een heel druk plein. Nou, en dan had ik het leed niet te overzien gezien. Het winkelcentrum Zuidplein is 30 jaar oud. Het staat nu al vast dat er geen asbest is vrijgekomen. De Duitse crimineel Dieter Zurweme heeft zojuist de moord op twee echtparen bekend. De crimineel, die gistermorgen gearresteerd werd, verklaarde dat hij in maart van dit jaar de vier mensen in de stad Remagen vermoord heeft. Zurweme werd ook in verband gebracht met de moord op het Nederlandse echtpaar in het Franse Montfort. Maar daar bleek hij niets mee te maken te hebben. En nog een laatste bericht uit Turkije. De Turkse regering heeft zojuist bekendgemaakt dat het dodental aldaar is opgelopen tot ruim 8700. Tot besluit het weer. Wolkenvelden en buien trekken vanmiddag over Nederland. Vanavond klaart het licht op. De windkracht is matig aan zee krachtig. De windrichting is westelijk en vanavond noordwest. Het wordt 18 graden. Dit was het. Meer nieuws in het journaal van 4 uur op TV2. En ik wens u nog een heel prettige dag. In de maandagfilm op 2 doet boer Douwe alles voor de harddraverij. Ik ben bang. Zelfs zijn gezin offert hij op voor de hoogste prijs. Ik hou van zeer. Simon, jouw vrouw Wilco Herema had mem eerske als rente voor het geld dat er jou leent had. Ik zit in een hoge zwemmer met leed. De Gouden Zwieper, maandag bij de Tros op TV2. Fruitdelers in rep en roer over schrappe werkzame stoffen. Revolutionaire methode gevonden voor bestrijding lelieaal. Goedemiddag, dit is het Agrarisch Journaal van vrijdag 20 augustus. Naast de akkerbouw is ook de Nederlandse fruitteeltsector in rep en roer.